Denk staat voor kleinschalig onderwijs. Klassen mogen geen onpersoonlijke leerfabrieken zijn. Klassen moeten gemeenschappen zijn. Gemeenschappen waarin kinderen en leraren persoonlijk contact hebben met elkaar. Gemeenschappen waarin de werkdruk voor leraren niet te hoog is. Daarom wil Denk 800 miljoen vrijmaken om een maximum klassengrootte in te stellen van 25 leerlingen. Zowel in het voortgezet als in het basisonderwijs. Kies voor kleinschalig onderwijs. Kies voor Denk.